Over alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen is veel onduidelijkheid. Zo worden het syndroom van Korsakoff en alcoholgerelateerde dementie vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het wel degelijk twee verschillende ziektes met uiteenlopende ziektebeelden. Dit is Matthijs. Hij is 42 jaar en woont in zijn eigen appartementje hier in Groningen. Hier woont Matthijs. Het kost hem veel moeite om het huishouden te doen. Matthijs drinkt 24 blikjes bier per week en heeft slechte eetgewoontes. Dit zorgt ervoor dat Matthijs een vitamine B1 of thiamine tekort heeft. Door deze slechte combinatie heeft Matthijs een aantal cognitieve problemen. Zo heeft hij last van anterograde en retrograde amnesie. Dat wil zeggen dat hij moeite heeft met nieuwe informatie opslaan en opgeslagen informatie ophalen. Zo weet Matthijs nog wel dat toen hij 7 was hij op vakantie ging in Spanje, maar weet hij niet meer wat hij gisteren op tv heeft gekeken. Hoe langer geleden, hoe beter hij het zich kan herinneren. Matthijs heeft een afspraak met zijn zus om 4 uur in de Herenstraat om nieuwe kleren voor hem te kopen. Hij weet alleen op dit moment niet precies welk dagdeel het is en waar hij wezen moet. Matthijs vertelt vaak aan zijn zus dat hij een 30 jaar geleden een wereldreis heeft gemaakt. Zijn zus begrijpt alleen niet waar dit vandaan komt. Het is namelijk niet waar. Als zijn zus hem hierop wijst, wordt Matthijs boos. Want volgens hem is het echt gebeurd. Dit gedrag heet confabuleren of eerlijk liegen. Dit is Matthijs en hij heeft het syndroom van Korsakoff. Dit is Tim. Hij is 54 jaar. Hij heeft een eigen huis in Delfzijl. Tim dronk tenminste 35 drankjes per week. Tim merkt dat hij steeds vaker dingen vergeet en hij vindt het erg vervelend. Zo is Tim al 2 keer zijn afspraak met de huisarts vergeten, ook al stond het gewoon in zijn agenda gepland. Tim kan het erg goed vinden met zijn buurvrouw, maar haar naam vergeet hij regelmatig en hij baalt hiervan. Vroeger was Tim scheikundedocent. Hij spreekt nog wel eens af met de oud-collega's, maar merkt dat hij minder makkelijk met ze mee kan praten. Zijn intellect gaat namelijk ook achteruit. Tegenwoordig drinkt Tim al 71 dagen niet meer. Aangezien Tim zelfs zijn afspraken vergat, heeft zijn dochter hem meegenomen naar de dokter. Voor verder onderzoek hebben ze hem doorverwezen naar het ziekenhuis. Dit is Tim en hij heeft alcoholgerelateerde dementie. Het syndroom van Korsakoff is een indirect gevolg van overmatig alcoholgebruik. Dit komt omdat de alcohol ervoor zorgt dat je vitamine B1 of thiamine minder goed opneemt en minder zin in eten hebt. Men eet dan ook vaker ongezond. Als iemand met het syndroom van Korsakoff stopt met drinken en gezonder gaat eten, wordt hij alsnog niet beter. Zijn ziektebeeld is en blijft stabiel. Bij alcoholgerelateerde dementie is alcohol de directe boosdoener, aangezien het de witte stof in de hersenen aantast. Dit vooral in de prefrontale cortex, corpus callosum en het cerebellum. Bij alcoholgerelateerde dementie kan er sprake zijn van deels omkeerbaarheid. Ook al zijn er 2 verschillende ziektes, het syndroom van Korsakoff en alcoholgerelateerde dementie zijn 2 ziektes die overlappende symptomen hebben. De hedendaagse literatuur is ook niet eenduidig over beide ziektes. Bijvoorbeeld, een vitamine B1 tekort kan ook een rol spelen bij alcoholgerelateerde dementie. Het is en blijft dus lastig een onderscheid te maken tussen deze beide ziektes.